Maar kijk eens, er wordt nog steeds gevochten naar richting de laatste lijn. We gaan Rejak Duras hier schuiven naar plek nummer 2. Maar de winst gaat binnen Iris van der Linde. Jumping Jilte over naar de vierde of vierde man van de Heideklub Noordbergen. Hij is al zelfs vertrokken daar samen met Jofie Jochem Visser. Dat is misschien wel een van de oudste heren in deze categorie. Maar wat doet hij allemaal al jaren mee? Wij gaan kijken naar de rest van het veld. Wij gaan kijken naar de rest van het veld. Voor Visser gaat helemaal terugschuiven naar 4. Want het zijn bouwmeester. En natuurlijk ook Siep Duhm. Ze zijn voorbij geschoven. Ja, Siep Duhm gaan we natuurlijk ook verwelkomen daar. En Baku over een aantal waar hij de WK zal gaan rijden. En die hoge wil gaan gooien in die koelse categorie.